Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Leading Ladies. Op dit kanaal ga ik elke maand in gesprek met een strafmadam. En deze maand is dat met Marielle Dom. Dag mevrouw Dom. Hallo. De eerste vraag die ik altijd stel, wie bent u? Wie ben ik? Eerst en vooral, u mag mij Marielle noemen. Okay. Ik ben Marielle Dom en ik ben 49 jaar. Ik ben een trotse mama van drie meiden, van 24, 23 en 19. Amber, Freya en Emma. Ik ben gehuwd met Thomas. En geboren in Lommel en ik heb een antiekzaak, Antiques by Dom, op de Leopoldplaats in Antwerpen. Oké. Hoe bent u daar ooit mee begonnen met, als antiekdealer? Dat is eigenlijk van thuis uit met de paplepel ingegeven. Dus mijn ouders die hielden van antiek, die deden ook een beetje in antiek. Dat was destijds zo, een beetje kopen en verkopen. En als kind probeerde u, ja, dan zit u daar tegenaf, want oude meuk. Maar wij moesten mee naar de veilingen en dan moesten onze handen beneden blijven. En, dat je geen te hoog bot hebt. Ja, dat we niks kochten dat zij niet wilden kopen. Maar dan dacht ik op een gegeven moment, als ik nu af en toe mijn hand eens opsteek, dan moet ik misschien niet meer meegaan de volgende keer. Dat heb ik dan ook een paar keer gedaan, maar dat is uiteindelijk goed afgelopen. Ja, dus een hele tijd tegen verzet en dan zijn ze jong en gehuwd en je denkt dan, maar ik moet mijn huis gaan inrichten en dan plots komt dat boven. Plots is die microbe dan toch doorgegeven en zit je erin zonder dat je het weet. Ja. Naast het dealen in antiek ben je ook palliatief vrijwilliger. Iets helemaal anders, denk ik. Klopt. Het ene is heel hard, het andere is meer zacht. Mm-hmm. Is dat voor jou iets belangrijks dat je kan inzetten voor onze maatschappij? Goh, dat is eigenlijk een beetje van mijn natuur uit dat dat ontstaan is. Ik ben wel een zeer zorgend iemand. En ik vind het ook heel belangrijk dat mensen, zeker de dag van vandaag, dat is ook iets dat ik aan mijn kinderen heb proberen mee te geven. Ik denk wel dat mij dat gelukt is. Dat je ook af en toe eens gratis iets kan doen voor mensen en vooral heel onbaatzuchtig. Ja. En dat woord onbaatzuchtig is door weinige mensen gekend, vooral de definitie ervan of de betekenis ervan. En dat is voor mij heel belangrijk, dat je zonder eigen voordeel voor andere mensen iets doet. Het komt ook een beetje van heel in het begin van mijn oorsprong, eigenlijk van de Piet van Marielle. Ik ben zelf geadopteerd. Wat op zich oké is, maar ja, de rode draad in je leven is toch altijd wel een klein beetje van ben ik lief genoeg, doe ik goed genoeg, ben ik mooi genoeg, kan ik meer doen? Steeds op zoek naar die betere versie van jezelf. En daaruit is dan ook wel een beetje dat vrijwilligerswerk ook ontstaan, van het zorgen voor anderen om iets goeds te kunnen doen. Was je dat dan al heel vroeg misschien? Ja. Ik ben daarmee grootgebracht, dus dat is fijn en ik heb fantastische ouders. Papa is gestorven, ondertussen maak ik fantastische ouders gehad en nog steeds. Dat is zeker het probleem niet, maar je dealt als geadopteerde wel met het feit van ik was niet gewenst en daaruit gaat je leven zijn wegen verder zoeken. Ja, en je weet dat, dat je niet gewenst was of... Ja, ik weet een beetje van de reden waarom ik geadopteerd of ter adoptie gegeven ben. En ja, dat draag je mee, of je dat nu wil of niet, dat is een stuk van mij. Ja. Maar ik probeer dat met trots en vreugde en soms met verdriet te dragen. Maar dat kabbelt wel verder. En eigenlijk, je geeft er een positieve draai aan. Ja, ik ben er nu ook een boek over aan het schrijven. Over het geadopteerd zijn en de gevoelens daar rond en het struggelen. Ja. En de wilskracht om altijd maar verder te gaan. Ik hoop dat ergens volgend jaar uitkomt. Maar daar werk ik heel rustig aan. Omdat ik schrijf het boek als verwerking van. Mm-hmm. En ook om een boodschap mee te geven. Ja. Dus het moet een beetje op mijn tempo gaan. Ja. En is dat het palliatief vrijwilliger zijn, is dat soms zwaar? Want je komt dan constant met mensen in contact eigenlijk, dat je weet dat je na een tijdje niet meer gaat zien. Dat klopt. Oh, dat hangt er een beetje vanaf in hoeverre dat zwaar is. Sommige mensen kruipen onder je huid en die blijven heel lang hangen. De andere, daar ben je lief voor, die verzorg je of dat doe je. Leuke dingen. Het klinkt raar, maar het is wel zo. Een boek lezen, een spel spelen, praten, een wandeling, pannenkoeken bakken, mosselen maken, het maakt niet uit. En dat zijn leuke dingen. De mensen die bij ons sterven, zijn klaar om te sterven. Ja. Dus
dat is anders dan iemand die plots uit een leven gerukt wordt. Die mensen hebben afgezien, die hebben ja, ondertussen aanvaard dat ze ziek zijn en dat ze gaan sterven. Ja. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar sterven op zich is niet zo erg. Het is het achterlaten dat erg is. Ja, ja, het afscheid. Het afscheid nemen voor degene die overblijft, dat is vooral erg. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Maar het is een heel groot voorrecht om het te mogen doen. Ik zou het niet meer uit mijn leven kunnen wegdenken. Ja, ja. Het is wel heel mooi dat je het doet. Dankjewel. U heeft uw eigen antiekwinkel. Ik denk de bekendste antiquair van ons land is Fernand Kostermans. Maar ik denk dat een verkeerd beeld geeft van wie een antiquair is. Voor welke soort spullen, meubels kunnen ze hier bij u terecht? Oh, dat is heel uiteenlopend. Dat is natuurlijk met de jaren gegroeid. Maar ja, een beetje voor van alles. Ik bedoel, ik hou enorm van engelenbeelden, maar zowel voor kasten als voor eclectisch. Ik vind de betere vintage mooi. Een beetje van alles. Ja. Rariteiten, bronsjes, kandelaren, heel uiteenlopend. Ja. Ja. En zijn er zo bepaalde dingen die je zegt van dat ga je niet vinden voor in een interieur? Of is het vooral in een bepaalde stijl dat u werkt? Of in een bepaalde tijd? In een bepaalde stijl. Wat mij vooral het meest zelf interesseert, is alles wat begint van 16e tot de 19e eeuw. 16e, 17e vooral, vind ik een hele mooie periode geweest, met hele mooie spullen. Het is ook zeer gewild, jammer genoeg. Maar ja, ook begrijpelijk kostelijk. Ja, ja, ja. Ik probeer daar een beetje in te zoeken. En dan probeer ik daar, maar dat is dan de side dish, het een beetje eclectisch te maken met af en toe is iets moderns of iets kleurrijks of iets vintage of kunst erbij, om voor ieders wils wat te hebben. Ja, ja, ja. Maar oorspronkelijk, diep in mij, heb ik de meeste affiniteit met antiek. Ja, ik denk dat u een 15, 17 jaar bezig bent met zoiets, ja. Ja. Doorheen de jaren bent u veranderd van een soort dealer dat u bent of qua stijl? De soort dealer niet, denk ik, want ik ben altijd, alhoewel misschien ook wel, want als mens groei je ook. Mm-hmm. Ik ben jong begonnen, ik ben nog jong, maar bedoel, ik heb meer wijsheid gedurende de jaren gekregen, meer kennis ook gekregen, ervaring. Ik ben zeker veranderd van stijl, want ik ben begonnen met de brokanten. De spulletjes waar een hoekje af mocht zijn en die geschilderd waren en de oude patina, maar niet meer helemaal in orde. Daar heb ik op een gegeven moment een beetje afscheid van kunnen nemen. En ben ik zelf ook doorheen de jaren gegroeid naar de mooiere spullen, de meer bijzondere dingen. Beter beginnen zien door beter te kijken en te vergelijken. En ik moet zeggen dat dit echt wel mijn ding is. Ja. Voor mij het beste. Met mooie dingen, bijzondere dingen, maar ook in goede staat. Ja. Ik ben zelf niet meer zozeer van het kapotte. Als iets kapot is, moet het ook hersteld worden. Ja, ja, ja. En bij grotere spullen gaan verkopen, want ik kan me inbeelden dat je als in je in beginperiode heel klein begint, met kleinere spullen. Daarom niet klein en groot, maar vroeger, ik zeg maar, een budget had ik 500 euro, ging naar de rommelmarkt en dan wou ik voor die 500 euro misschien 10 of 15 dingetjes vinden. Als ik nu een budget van 500 euro zou meenemen, hoop ik één mooi ding te vinden. Ja, ja, ja. Dus je verlegt eigenlijk de focus op de kwaliteit en op het stuk dat meer bijzonder, meer in het oog springt dan de alledaagse dingen die je overal vindt of bij iedereen vindt. En gebeurt dat vaak, is dat iets die bij het antiek dealen hoort, dat u iets koopt en dat achteraf blijkt dat je eigenlijk het niet met mens kan verkopen omdat de aankoopprijs te worden? Dat kan, dat gebeurt. Ja, dat gebeurt ook. Dat je iets te duur betaald hebt omdat je het emotioneel aangekocht hebt. Maar kopen en verkopen en handelen is winst pakken, maar ook verlies pakken. Ja. Kunnen weinig mensen goed, maar dat hoort erbij. Ja, ja, of het, verlies pakken is natuurlijk nooit leuk. Dan probeer je het aan de prijs te verkopen dat je het zelf gekocht hebt. Maar zelfs soms met verlies. Ja, ja, het ja. gebeurt. Het overkomt mij niet vaak, maar het is al gebeurd. Ja, ja, ja. Okay. Je hebt sinds 2 jaar de winkel. Daarvoor deed je het zonder winkel. Is dat nu iets dat de meeste cliënteel komt dan nu naar de winkel? Of verhandel je nog altijd
veel buiten de winkel. Nee, ik probeer wel de winkel te promoten. Dat is ook de reden waarom ik begonnen ben met de winkel. Door corona zijn de markten weggevallen. Want vroeger deed ik altijd markten en fairs. Die zijn noodgedwongen weggevallen. Dan is de winkel gekomen. En ik probeer nu ook wel de mensen naar de winkel te krijgen. Ik promoot mezelf natuurlijk op Facebook en Instagram. Daar komen internationale verkopen en klanten uit voort. Dat wordt opgestuurd uiteraard. Maar de vraag is ook dikwijls, wil je een webshop beginnen of... Ja. Maar ja, dan moet ik geen fysieke winkel hebben. Ik wil de mensen echt tot bij mij krijgen. Ik wil ze proberen te verleiden met al het moois dat ik heb. En ik vind het ook heel belangrijk om van één op één te verkopen. Ja, ja. Het persoonlijk contact vind ik heel belangrijk. En Antwerpen is dan een beetje de place to be op vlak van vintage, brocanterie... Ik durf dat toch wel zeggen, ja. Dat Antwerpen... Ja, Antwerpen is een mooie stad, is een mooie plaats. Altijd zeer bekend geweest voor antiek. Hier in de straat zijn er helaas door de jaren heen heel veel weggegaan. Maar Antwerpen is nog altijd een mooie plaats om mooie spullen te vinden, absoluut. En je zegt opsturen naar het buitenland. Wat zijn zo de landen die tot de verbeelding spreken waar je naar op mag sturen? Amerika, China, Frankrijk, Duitsland, Nederland, ook buitenland, maar het hoort erbij. Ja, dat breidt... Echt naar Amerika en China? Ja, dat breidt wel uit. Heel veel Amerika trouwens. Ja? Ja. Maar voor de Amerikanen is het hier nog goedkoop, hè. Ah ja, alles onder de $1000 is shopgeld, hè, voor hen, hè. Ja. Maar ook natuurlijk de... Je zegt 16e, 19e eeuw, kan me ook wel voorstaan dat in Europa daar nog meer van te vinden is. Ja, absoluut. Dan absoluut. In Amerika, ja. Waar dat de geschiedenis veel later gestart is. Ja, absoluut. Oké. Je bent antiquair, dus je koopt eigenlijk niet je spullen zoals veel, en meubels zoals veel winkels, eigenlijk niet bij een groothandel. Nee. Maar waar ga je dat wel op zoek achter? God, dat is een beetje overal. Dat is ontstaan op markten, dat ik zelf kocht op rommelmarkten, brokantenmarkten, antiekmarkten. Daar evolueer je in, naar gelang de jaren dat je daarmee bezig bent. Ik koop heel veel in Frankrijk, vooral Parijs. Ik ga maandelijks naar Parijs. Dat is niet slecht. Nee. Heel leuk om te doen. Ik ga ook... naar het zuiden van Frankrijk om te kopen, maar dat is dan meestal gecombineerd met vakantie. Engeland vroeger, maar dat is nu moeilijk geworden. Ja. Dat werd dan gecombineerd met vriendenbezoek. Maar ik koop evengoed van collega's. Ik koop eigenlijk vrij veel bij collega's. Ja. En ook van klanten. Hè? Klanten die binnenkomen en die mooie dingen willen kopen en verkopen. Goh, een beetje overal. Ja. Als je dan zoiets interessants ziet, dan vraag ik me altijd af, hoe plak je daar een prijs op? Ja, dat is... Dat is niet altijd gemakkelijk, want de mensen verwachten soms dat je zelf een prijs zegt. Maar ik probeer altijd eerst te weten te komen waar het stuk vandaan komt. Is het een erfenis? Komt het van mama? Komt het van papa? Want dan is er al een emotionele waarde aan verbonden en dan is het heel moeilijk. Maar ik vraag nog altijd een prijs, want de mensen verkopen, dus mensen moeten ook een prijs stellen. En daarop ga ik verder. Kan ik er aan? Kan ik er nog winst op maken? Wil ik het voor mezelf? Al die factoren hangen een beetje ervan af of ik het ga kopen of niet. Maar alles wat ik koop, moet ik zelf leuk vinden. Ja. Dus ik koop niks wat ik niet leuk vind. Ja, het is niet dat je zegt van, ik zie dat hier staan en ik weet dat ik daar een grote winst mee kan maken, maar je vindt het totaal zelf niet tof, ga je het niet. Nee, want dan heb ik daar ook de cliënteel mee voor. Cliënteel bouw je op en als het echt iets is dat ik denk van, ja, ik kan hier een heel groot, maar ik heb het cliënteel, dan kan ik misschien een collega bellen of zo, of mensen waar ik van denk dat het leuk vinden om het zo door te zetten, om iedereen te helpen, maar zelf aankopen, nee. Ja. Mijn hart moet een sprongetje maken van hetgeen ik verkoop. En weet je dan, is het altijd zo het gegeven dat je een prijs in je hoofd hebt, dat je uiteindelijk bij je wil komen, en dat je zegt, altijd lager of niet? Of zeg je soms ook direct je prijs? Als de mensen dan toch geen prijs zeggen, dan zeg ik zelf een prijs. En dat is dan een handelaarsprijs. Dat is een prijs waar ik weet dat ik erop kan verdienen. Want dat is uiteindelijk het doel, hè, van het kopen en het verkopen. En meestal komen wij wel tot een consensus. Soms is dat te laag, soms zie ik aan de mensen dat ze blij verrast zijn. Maar als zij blij zijn, dan ben ik ook blij. Ik bedoel, dat is wisselwerking, hè. Ja. Ik wil blij zijn, maar ik wil ook dat de mensen waar ik van gekocht heb,
dat die ook blij zijn, dat die ook een goed gevoel hebben van oké, ja, het komt in goede handen of ze gaat er nog op verdienen, maar we zijn blij met wat we het verkocht. Het is niet zoals sommige anderen dat je graag profiteert als ze geen kennis hebben van producten. Nee, dat probeer je niet te doen. Ik probeer altijd integer te zijn en heel dicht bij mezelf te blijven en elk één te behandelen zoals ik zelf zou willen behandeld worden. Dus nee, ik uiteraard koop je als handelaar, moet daar niet flauw over doen, liefst zo goedkoop mogelijk. Tuurlijk. En als ik op een markt sta en er staat echt een juweeltje en men vraagt daar niet veel voor, dan ga ik ook het achterste van mijn tong niet laten zien. Mm. Maar dan betaal ik ook wel correct wat ze ervoor vragen, dan ga ik ook niet meer afdingen. Ik kan wel hard zijn hoor, in het, het onderhandelen ben ik wel pittig. Ja, dat moet ook denk ik. Niet in het verkopen, want daar ben ik veel gemakkelijker in. Maar in het aankopen ben ik soms wel, En speelt het emotionele soms dan inderdaad mee, zoals je zegt. U bent ook expert in het programma Het Beste Bod. Mm-hmm. En daar zie je vaak mensen die het aan een goed doel willen geven of die zo verantwoorden waarom dat ze het verkopen. Of er is dan een jonge dealer die net start en die ook graag winst maakt en zo. Speelt dat, ik vraag me dan af, speelt dat echt mee? Want je ziet dat keer op keer dat dat terugkomt. Goh, dat speelt mee in zoverre dat het de persoon die het verkoopt, de manier waarop dat hij het zegt, de manier waarop dat hij of zij het verkoopt, dat speelt voor mij al heel een belangrijke rol. Is het dan nog een artikel dat ik heel graag wil, dan heeft soms de emotie wel de bovenhand. Het moederhart vooral. Ja. Als het jonge mensen zijn, moederhart de bovenhand. Maar ik probeer wel altijd toch het zakelijke, de ratio toch ook wel te raadplegen van als het er echt over gaat en ik wil het niet zelf, het is echt om te verkopen, ja dan moet ik winst kunnen maken. Hoe klein die ook is, maar dan moet winst in zitten. Ja. Gebeurt dat, je hoort ook wel vaak, ach, koop het voor mezelf als dealer. Is dat ook altijd het gevoel dat mensen, dat de dealers dat dan ook echt doen? Of denk je dat dat soms een truc is? Ik kan alleen maar voor mezelf spreken en als ik dat zeg, dan doe ik dat ook. Ja, dus ik heb in het beste bod vrij veel gekocht voor mijn dochter, omdat die ging samenwonen, deze week trouwens. En ik heb dat ook allemaal aan haar gegeven, want dat waren geen spullen die in de winkel of die ik anders zou gekocht hebben, maar gewoon omdat ik wist van zij houdt daarvan. En bijvoorbeeld het salontafel, dat was direct van, oh, dat zie ik heel graag. Dat was een heel mooi salontafel, wortelhout. En dan dacht ik van, dat kan ik misschien wel houden. En ik kwam ermee thuis en het was direct van, oh, dat gaan we toch wel houden. Dus dat is dan ook gebleven. Okay. Dan naast het verkopen is er uiteraard het verkopen. We zien dat nooit echt op tv, hoe dat jullie dat dan terug gaan verkopen. Mm-hmm. Is dat hetzelfde spel van bieden en tegenbieden, of is dat echt dat dan een prijs? Nee, ik heb een prijs. Ja. Ik heb een vraagprijs. Daar kan soms van afgeweken worden, soms ook niet. Dat hangt van mijn inkoopprijs af. Op alles staat een prijs. Ja. Ik hou ook niet van opbieden. Dat moeten ze in de roepzaal maar doen, maar niet bij mij. Soms heb je dat wel op een markt of zo, dat je iets verkoopt en je zet dat dan bijvoorbeeld achteraan en mensen zien dat staan. Oh, ik geef veel meer. Maar dat werkt bij mij niet. Ja. Dat doe ik niet. Ja. Nee. Oké. Ik heb dat zelf al meegemaakt dat mensen dat met mij wel gedaan hadden. Dus iets dat ik gekocht had en betaald had. Maar ja, sorry, ik heb veel meer kunnen krijgen en doorverkocht. Ja, ik vind dat vreselijk. Dat doe je niet. Een woord is een woord. Ja. Ik vind dat belangrijk. Omdat je zegt, ook van, ben wat softer daar dan in het verkopen dan in het aankopen. Hoe bedoel je dat dan juist? In het verkopen. Ja, ik... Uiteraard maakt iedereen graag zoveel mogelijk winst, maar ik ben niet principieel van mij te blijven vastpinnen aan de prijs. Ah, ja. Dus het hangt er ook weer allemaal vanaf hoe dat de mensen mij benaderen. Ja. Als dat op een hele fijne manier is, dan durf ik snel toegeven aan de prijs. Het moet natuurlijk realistisch zijn. Ik krijg ook soms de helft geboden of minder dan de helft geboden. Ja. Maar ik ga iets niet op 50 of 100 euro laten afspringen. Een verkoop is een verkoop. Ja. En ik hou ook van kleine winsten. Zie je soms ook niet door die tv-programma's dat ze het spelletje ook wel een keer zelf willen spelen? Oh ja, dus dat kan. Komen maar dat voel ik heel snel. Ja, dat voel ik. En ik voel ook wel dat er ruimte zit, want dan probeer ik wel eerst in dialoog te gaan hoe dat zij op die prijs komen, op wat zij zich baseren. En als dat dan zomaar een spel is, dan heb ik dat ook wel heel snel door.
alles wat deftig en redelijk gebeurt, daar ga ik in mee. Ja. Oké. Welk soort cliënteel koopt er eigenlijk bij een antiquair? Zijn dat allemaal rijke mensen of mensen met een excentrieke stijl? Of zijn dat iedereen? Gelukkig niet allemaal rijke en ook niet allemaal met een excentrieke stijl. Bij mij koopt iedereen. Ja. Ik heb voor ieder wils wat. Ja. Ik heb hele dure dingen, maar ik heb ook nog heel betaalbare dingen. En dat vind ik ook net boeiend, dat je al die mensen ontmoet en dat je al die mensen kan blij maken. Voor geld danst een beer. Ja. Hè? Dus met geld is alles te koop of heel veel te koop. Maar ik vind het ook belangrijk dat mensen die het minder goed hebben financieel, dat die ook dingen kunnen kopen waar ze van houden. Ja. En daar ga ik dan soft in zijn. Ja. Daar ga ik heel snel in toegeven. Want ik zie soms ook, zoals ik naar die programma's kijk, designspullen. Bijvoorbeeld de X-share van Fritsen en Hansen vind ik enorm mooi. Maar die past nooit in mijn budget, dus dan denk ik ook van, zullen dat allemaal rijke mensen zijn die bij de antiquaire kopen variëren? Nee, dat is helemaal niet waar. Ja. Ik heb ook mensen die sparen, hè, die echt zeggen van, we zien dat graag, we willen dat graag, maar deze maand is het niet mogelijk, ja, dan kan er iets overlegd worden. Natuurlijk, ik ben ook geen bank, maar of mensen zeggen van, ja, ik wil zoiets graag, ik kom daar nog om, bijvoorbeeld mijn druiventros, daar heb ik er meerdere van. En dat is ook fijn dat mensen sparen om iets te kunnen kopen. Dus dat getuigt dat ze het heel graag willen. Hè? Ja, en komen ze dan vaak ook naar jou van te zeggen, bijvoorbeeld, Marielle, ik wil zo'n kast of ik wil dit of dat. Kun je dat voor mij gaan? Ja, ik werk heel veel op vraag. Ja. Er zijn ook heel veel artikelen die ik koop die zelfs de winkel nooit halen, omdat dat op vraag gekocht is. En dat, ja, dan moet je het natuurlijk goed aanvoelen, hè, want in hoeverre gaan ze het echt kopen. Ja. Maar ik heb er wel geluk mee. Mensen zijn trouw en ze zijn eerlijk en als ze iets vragen, het gebeurt zelden dat ik ermee blijf zitten. Ja. Oké. Dat is fijn om dingen op vraag van iemand te kunnen... Dat is ook spannend. En dat je het dan vindt voor hen, dat is waarschijnlijk ook wel... Dat is dubbele vreugde, hè, zowel voor mij als voor hen. Hè. En stel, er komt hier een jonge dealer van 20 jaar ben, welke tips zou je hem geven? De tips? Ik zou vooral zeggen dat hij veel kennis moet proberen op te doen. Boeken lezen, musea's bezoeken. Dat hij heel dicht bij zichzelf moet blijven. Een beetje zo de levenslessen die ik aan mijn kinderen heb doorgegeven. Blijf dicht bij jezelf en doe nooit iets met een ander wat je zelf niet wil. Eerlijk zijn, oprecht zijn en met je hart kopen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Met je hart kopen. En wat ook heel belangrijk is, wat heel weinig mensen doen, heel veel mensen kunnen zien, de meeste mensen, maar heel weinig mensen kijken goed. Heel goed kijken. Mm. En net vergelijken met echt. En dan kan je zien, ik zie dit hier en ik zie dat daar. Dus nu weet ik wat echt en wat niet echt is. Ja. Dus heel goed kijken. Maar ik denk, bijvoorbeeld als ik op een rommelmarkt loop, ik zou ook graag eens een goedkoop pareltje vinden dat ik dan duurder kan verder verkopen. Maar ik denk dat ik ze gewoon passeer en dat ik het verschil niet zie tussen bijvoorbeeld een kast die 10 euro waard is of in die vooral, 10 fout waard is. Als het u interesseert, vragen of je het mocht vastnemen, kijken, omdraaien, voelen. Ja, goed kijken. En eventueel als je het gekocht hebt thuis, informatie opzoeken op internet. Mm-hmm. Met kennis is macht, hè. Ja. Dus dat is heel belangrijk, zeker voor de jonge generatie. Ja. Is de antiekwereld en zo het aankopen en verkopen, is dat een macho wereld? Ik hoor dat woord macho wereld niet graag. Ik sta mijn mannetje in de macho wereld, als we het dan zo moeten zeggen. Ik laat mij daardoor niet intimideren. Ik bedoel, ik ben een vrouw en ik vind dat een vrouw evenveel rechten heeft dan een man. En ik kan even goed kopen en verkopen en handelen of onderhandelen. Nee, als vrouw zijn voel ik me daar zeker niet minder waardig in. Ja, oké. Kijk ook graag altijd eens naar de toekomst met mijn gasten. Ja? Wat zijn je toekomstplannen nog met Antique by Dom? Antiques by Dom. Wil eigenlijk verder blijven doen zoals ze bezig is, omdat ik daar een goed gevoel bij heb. Verbeteren kan altijd, maar ik heb geen hele grote plannen. Ik doe wat ik graag doe, ik werk nooit, want ik heb van mijn hobby mijn job kunnen maken. Mensen blij maken, mensen plezieren met de dingen die ik vind en die zij van mij heel graag zouden overnemen.
stiekem hoop ik wel op een volgend seizoen van Het Beste Bot. Ja. Daar ga ik niet onder stoel of banken steken, omdat dat een hele fijne ervaring was. Ook een hele mooie boost voor de winkel. Ja. Mensen herkennen je, zelfs tot het geven van selfies. Nu ben je beroemd. Beroemd ben ik niet, maar mensen herkennen mij wel. Ja. Vind ik ook wel leuk. Dat is niet de reden waarom ik het gedaan heb, maar de winkel krijgt daar toch wel meer bekendheid door. En het was een fantastisch team, fantastisch programma, fantastisch productiehuis. Dus ik hoop van volgend jaar nog een keertje te mogen meedoen. Ja. Ja. En zijn er zo nog items dat je zegt van die wil ik echt graag een keer in mijn bezit hebben? Ja, ik zou ooit heel graag een keer een schilderij kopen van Poen de Wijs. Dat is een Nederlandse kunstschilder, helaas overleden. Vrij jong overleden. En dat zijn werken waren allemaal realisme. Dus heel realistisch geschilderd, maar zo mooi, heel veel mens en dier geschilderd. Ja. En ik hoop ooit van hem een mooi werk te kunnen kopen. En dan voor te houden? Of? Ja, voor te houden. Ja, ja. Ja. Maar heel veel, ja, hij is helaas overleden. Heel veel, meeste zal in privébezit zijn. Dus ja, mensen die zoiets gekocht hebben. Of het moet natuurlijk in een nalatenschap komen en dan kan je weer iets vinden. Maar een mooie Poen de Wijs aan de muur thuis. Ja. Dat mag wel. Absoluut. Het zal niet door velen gekend zijn, maar... Moet je zelf... Persoonlijk ben ik wel nog geïnteresseerd in kunst en zo, maar ik ben nog maar net een jaar, twee jaar echt dat ik naar musea ga en zo. En zelf ken ik hem nog nee, niet meer. Maar misschien door het programma dat mensen, ja. Of door het uitzenden van ons interview, waar mensen er naar gaan kijken naar groot kunstenaar. Ja, oké. Okay. Ja. Ik heb nog één snelle ronde voor u. Dus het eerste wat in me opkomt, gewoon zeggen: Brad Pitt of Tom Cruise? Oh, ik moet heel snel zijn, hè? Tom Cruise. Oké. Wat geeft er het beste gevoel? Iets kopen of iets verkopen? God, ja, ik ga zeggen verkopen dan. Ja, oké. Okay. Je houdt van Belgische mode. Wie is je favoriete ontwerper? Mijn favoriete ontwerper is de ontwerpster die mijn kleding gemaakt heeft voor Het Beste Bot. En dat is Soet Feriani. Zij heeft hier een winkel in Antwerpen, ook in de Leopoldstraat. En ik ben een hele grote fan van haar. Maar ik ben fan van haar kleding, maar ook fan van haar als persoon. Ja. Dat zij een beetje dezelfde visie op het leven en op mensen heeft, denk ik dan niet, als ik dat mag zeggen. Mensen blij maken, dingen doen waar je zelf blij van wordt. En ja, andere mensen blij maken. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Grote mevrouw. Oké. Okay. Aan wie zou je graag keer iets verkopen? De Queen of Harry Styles? Aan Harry Styles, absoluut. Ja? Ja. Simpel pintje of een fancy cocktail? Oh, een simpel pintje. Ja. Een goed fris pintje. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Mag ik u dan enorm bedanken voor dit interview? Ik vond het zeer fijn en het was een eer om jou te mogen interviewen. Dankjewel. Het was voor mij ook een hele eer om door jou uitgenodigd te worden. Als ik zie wat jij allemaal gedaan hebt als jonge kerel, mag ik dat toch zo wel zeggen. Ja, dankjewel. Knap. Ja, okay. Hoedje af. Merci. En ik zou willen zeggen tegen jullie, abonneren, want volgende maand ga ik terug in gesprek met Straf voor Madame. Dankjewel om te kijken.